Maar het gaat ook met name over de opslag en de rekenkracht. Dus hoe meer CPU, hè, de rekenkracht, het slimme brein om die analyse snel te kunnen maken, hoe sneller je die berekening kunt doen, hoe sneller je een proces kunt bijstellen. En dan heb je al die data, maar dan ontstaat er een nieuw probleem. Je moet het bewaren. Hoe doe je dat handig en veilig? Zowel in de cloud als in de edge. Tegenwoordig zien wij een enorme groei in de edge. Waarom? We hebben het over heel veel data. Leg me even uit wat edge is. Edge betekent dat het dicht bij jou zit. Aan de randen van je eigen pand, aan de randen van je gebouw, aan de randen van je industrieterrein, aan de randen van je stedelijke omgeving. Daar verzamel je de data van jouw stad, van jouw proces, van jouw gebouw. De data over heel de wereld pompen om daarna te zeggen dat je dat gebouw op afstand kunt bedienen, kun je beter lokaal houden. Dat betekent dat je de data stoort in de edge. Die kun je eventueel als een backup nog in de cloud zetten. Geef mij eens wat voorbeelden alsjeblieft. Nou, waar ik heel erg in geloof is als je naar data kijkt, hè, bijvoorbeeld van een brug. Dan zit die data nu nog in allerlei silootjes. Wij verzamelen zelf data, dat is een silo. Je hebt het silootje van de leverancier van de pomp die zijn eigen data heeft. En waar ik heel erg in geloof is dat je al die data van zo'n brug of een gebouw op één plek bij elkaar gaat brengen. Waardoor er een soort digitale kopie ontstaat in de cloud. In een veilige omgeving van je gebouw of je brug of de asset die je beheert. Waarom is dat dan handig? Nou, dat is van belang omdat hoe meer data wij verzamelen van verschillende objecten, des te beter kunnen wij analyseren binnen alle projecten die lopen, dat een bepaalde component van een bepaalde leverancier altijd uitvalt in dat gebouw, dan zal die waarschijnlijk ook in dat andere gebouw wel gaan uitvallen. Waarom zitten al die silootjes dan nog steeds los van elkaar? Fix dat even dan. Nou, dat is een model. Dat is ook weer een financieel mooi model van alle productleveranciers die uiteraard allemaal hun eigen data willen verzamelen. En wij als systeemintegrator zeggen, ja, dat is leuk dat jullie dat willen. Jullie mogen ook de data verzamelen. Maar wij leggen daar een systems of systems, een SOS-systeem, een help-systeem overheen met een paraplu-functie. Zodat je dus in staat bent om al die data te ontvangen en daar analyses op te gaan doen. En daar je advies weer op kunt uitbrengen. Oh, dat je kunt, Gerard, je kunt al die silootjes, kun je al met elkaar verbinden. Die kan je met elkaar verbinden. Maar wat er wel nog nodig is, is dat er afspraken worden gemaakt met leveranciers. Om die data dan ook echt ter beschikking te stellen. Wat is daar een probleem nu? Ja, zeker. Vaak zijn het gesloten silootjes. Houden leveranciers van pompen en liften de data voor zichzelf. En wat wij moeten afdwingen, ik denk samen met onze opdrachtgevers, is dat die data beschikbaar worden gemaakt. In een open format, dus niet alleen gemiddeldes, maar echt de ruwe data. Ja, dat lijkt me ook. Maar dat gebeurt niet, want voor die model. Het gebeurt wel, maar het kan beter. Hoe krijg je dat open? Nou, dat door het gesprek aan te gaan en het ecosysteem met de partners en leveranciers samen met een speed te verbinden. Zodat je de wensen van de klant die uiteindelijk geen uitval wil, een gezond binnenklimaat, een goed productieproces, dat je dat met elkaar optimaliseert. Als het zo makkelijk was, was het al gebeurd. Nou, daar horen denk ik wat harde afspraken bij. Hè? In de zin van leverancier, je mag die pomp leveren op één voorwaarde, dat je ook de data ter beschikking stelt. Kun je dat stelt. Afdwingen? Dat kun je afdwingen. Waarom doen jullie dat niet? Dat doen we. Oh, oké. Okay. Ja, maar nog te weinig, Jacco. Maar het kan zoveel beter. zijn hier eigenlijk nog technische revoluties in te verwachten? Of zijn we wel zo'n beetje... Nou, wat je gaat zien is dat de sensoren die we nu nog met de hand op heel veel bestaande systemen en bestaande installaties plakken, aanbrengen, monteren, die zullen steeds verder geïntegreerd worden in de nieuwe systemen die worden aangebracht. De sensoren zelf worden ook steeds kleiner en kleiner en kleiner. Maar de opslag zal niet veranderen natuurlijk. Nee, maar dat betekent dus dat er efficiëntere opslag gaat plaatsvinden. Okay. En dat kan, vroeger had je de harde schijf. Hè? We kennen allemaal de oude floppies. Daar kon een paar kilobyte op. Tegenwoordig gaan de terabytes op een heel klein USB-stickje. Nou, die manier van dataopslag gaat nog verder veranderen. Maar het gaat ook met name over de opslag en de rekenkracht. Dus hoe meer CPU, hè, de rekenkracht, het slimme brein om die analyse snel te kunnen maken, hoe sneller je die berekening kunt doen, hoe sneller je kan ingrijpen op wat Gerard ook net vertelde, dat je een proces kunt bijstellen. Zijn we wat opslag betreft een beetje aan het einde van de ontwikkeling of zit hier nog iets nieuws aan te komen?
Nee, we zijn zeker niet aan het einde. De opslag gaat zich wordt steeds smaller en kleiner, maar zal steeds meer informatie gaan bevatten. Maar de opslag gaat ook nog eens een keer steeds sneller in rekenkracht verbeteren. Dus er komt extra rekenkracht in om te zorgen dat je met kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, sneller de analyse kunt doen van de processen waar de data vandaan komt, om te zorgen dat je die processen weer kunt optimaliseren. Eigenlijk op de plaats waar de opslag is, vindt eigenlijk ook het fixen van het probleem al plaats met kunstmatige intelligentie. Correct. Dat is de toekomst. Dat wordt de toekomst. Dat is de toekomst. En als je kijkt naar de data, nog eentje toevoegen, dat is dat... ik echt hoop dat alle asset data uiteindelijk op één plek bij elkaar komen. En daar is ook op één plek. Hè? Eén single source of truth, hè, wordt ook wel eens gezegd. Eén plek waar alle data terechtkomt, waar je die data kan analyseren. Maar dan letterlijk alle data van een asset, alles. Ja, waarbij dat die ook beschikbaar komt voor zowel ons als systeemintegrator, voor de klant, maar ook voor de leverancier en producent om zijn producten weer te optimaliseren en te verbeteren. En voor een vijandelijke hacker. Uiteraard, voor een vijandelijke hacker, daar hou je er toch. Oké, maar hier hebben we natuurlijk wel een risico te pakken. Al die data, zelfs als computers op afstand dingen kunnen aanpassen in een installatie of in een gebouw, een brug, een waterkering, om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn enorme risico's. Ja, die opslag moet dus ook veilig zijn. Die opslag moet beveiligd zijn. Je kunt het vergelijken met een kasteel. Het kasteel heeft een aantal grachten om zich heen, waardoor dat het moeilijk is om het kasteel te bereiken. En zo is het ook met de data. Op het moment dat jij meerdere schillen om de data heen legt, waardoor dat de inbreker, degene die jouw data wil ontvreemden en moeilijker bij kan, dan wordt jouw data veiliger. Maar zoals het altijd is, een kasteel is altijd inneembaar, geldt dat ook voor deze data. Ja, maar dit is toch zo link? Dit is echt link. Het heeft krankzinnig veel voordelen, maar ook heel veel risico's. Nou, heel veel. Maar goed, het is met iedere data source. Op het moment dat de data open is en toegankelijk, is het sowieso een heel groot risico. Dan heb je helemaal last van inbrekers. Op het moment dat jij de data zult gaan beveiligen, zul je ook gaan toezien als een soort poortwachter. Om te kijken wie komt er binnen en wie heeft mijn data, wie wil erbij. En dan kun je dus gaan weigeren. Het is natuurlijk ook gewoon kiezen tussen je moet de balans zien te vinden tussen gemak en risico. Exact. Dat klopt. Kosten en efficiëntie. Ja, en waarbij wij denk ik als SPI altijd moeten zorgen dat we voorop lopen in de wapenwedloop. Hè, want dat is het eigenlijk. Loop je nu voorop in die wapenwedloop? Wij lopen zeker voorop. Alleen wat we vandaag doen is nu alweer geschiedenis eigenlijk. Dus wij moeten ons continu blijven ontwikkelen. We moeten processen en protocollen inrichten om steeds voor te blijven. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Dus daar zit voor mij ook een stuk innovatie dat we altijd voorop lopen. Vond je dit interessant? Fijn, want we hebben nog meer korte podcasts over digitalisering om je kennis te verdiepen.